Nummer 95 over het natuurbegraven in de Bonnepolder van de CDA-fractie. Die wil ik ontraden om af te zien op dit punt van plannen waarin de Bonnepolder wordt ingevuld voor een deel met de natuurbegraafplaats. U weet, wij lopen momenteel een participatietraject uit met de bewoners ook van de Bonnepolder en van de Hoek van Holland. Daar is ook een gesprek over geweest door mij en collega Simons met de voorzitter van het gebied, de heer De Koning. Er zijn veel sentimenten in het dorp over al dan niet onder de natuur begraven. Wat ik heb gesuggereerd namens het college is om een referendum uit te schrijven in de Hoek van Holland over dit voorstel. Wel of niet. En dat ligt in het mandje van de gebiedscommissie. Daar zullen zij eind van de maand over praten. Mochten zij dat niet willen, kunnen we het zelf overwegen om het alsnog te doen. Het lijkt me goed om te peilen wat het sentiment in het gebied is. Wel of niet zo'n begraafplaats. En dan kun je ook goed duiden wat zijn nou de voors en de tegens voor het grotere publiek. Nu zijn er wel een paar mensen betrokken. Veel actieve bewoners rond dat gebied zijn geïnteresseerd in wat betekent dat voor ons. Wat betekent een natuurbegraafplaats. Maar dan kun je ook meer het geheel van de Hoek van Holland bereiken met de voors en de tegens. Ja, dank u wel voor deze toelichting. Volgens mij is het sowieso wel goed om het ook eens naar de raad te halen om te bespreken. Nadat alle inspraakrondes in de Bonnepolder zijn gedaan. Ik mis het stukje van wat er consequenties zijn voor het gemeentelijk beleid. We hebben een rekenkamerrapport gehad, gemodder in de polder. We hebben daar doelstellingen. Op het moment dat bijvoorbeeld een natuurbegraafplaats niet door zou gaan, of in ieder geval deze oplossing, wat heeft dat voor consequenties? Eventueel financieel, maar ook om onze doelstellingen daar in het gebied te halen. Kan de wethouder daar iets meer over zeggen? Ja, dat is een hele goeie, want dat hangt er sterk mee samen. We hebben dat samen vastgesteld, visie Oranjebonden. Daarin stond ook nog vermeld, liever geen begraafplaats indien die wordt omcirkeld door een haag van bomen. Dat is in dit geval niet aan de orde, dus daarom is het ook niet per se contrair. Maar de vraag is, wat gebeurt er als het niet doorgaat? Als het wel doorgaat, weten we dat natuurmonumenten daar natuurlijk een flinke slag kan maken. Daar kunnen we zelf ook voordeel van hebben. Dus dat zijn de voordelen die je op een rij kan zetten. Als het niet gebeurt, dan zal de erven rijke voorzel zullen hun grond niet verpatsen. En daarmee is er eigenlijk een standstill in het gebied op dat punt. Dus dat vergt inderdaad wel een nadere analyse van ons allen over de gevolgen daarvan. Maar het lijkt mij ook goed om daarin de stem van de Hoekenezen te laten horen. Dus voor dit punt wil ik graag zeggen, voorzitter, namens het college, niet opportun om deze motie aan te nemen. Dus ontraden we hem. Excuus. Ja, er is een petitie geweest over dit project. 1600 handtekeningen tegen natuurbegraven in de Bonnepolder. We hebben een referendum gehad enige tijd geleden over de woonvisie. 10% van de mensen in Hoek van Holland is daarbij opgekomen. Dus de vraag is wel een beetje van als we nou een referendum gaan organiseren, van hoezeer dat dan iets toevoegt aan datgene wat er nu al is. Namelijk mensen die bij inspraakavonden echt al hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt. Veel partijen die zich verenigd hebben om hun bezwaren voor deze natuurbegraafplaats kenbaar te maken. Een petitie, dan denk ik van er is al zoveel sentiment waarvan de wethouder terecht zegt. Leven veel sentimenten over deze natuurbegraafplaats. Wat ons betreft is het eigenlijk wel heel erg duidelijk dat er gewoon heel veel weerstand is tegen deze natuurbegraafplaats. Dat mensen grote zorgen maken over wat dit betekent, over het ophogen van het terrein, dat het voor langere tijd een bouwplaats wordt, dat het uiteindelijk gaat leiden tot een gebied wat meer in het kader staat van een begraafplaats dan van een recreatiegebied. Dus wat ons betreft is het nu juist ook wel een moment om met elkaar de balans op te maken en te zeggen van dit vinden we gewoon echt een onwenselijke ontwikkeling. Dus ik vraag echt heel erg af van wat de wethouder denkt dat een referendum over dit onderwerp nu gaat toevoegen aan alles wat we nu al weten. Ja, maar we horen op dit punt nou net vooral de tegenstanders heel veel. Ik heb de voorstanders in de Hoek van Holland niet gehoord. Die worden daar waarschijnlijk ook minder warm van om daar hun protest te laten horen. En de petitie, ik heb daarnaar gekeken, er zitten ook mensen uit Eindhoven die zich ermee bemoeien. Dus dat is nog niet direct een weerspiegeling in. Er zitten wel heel veel Hoekenezen bij, hoor, dat zeg ik ook. Alleen, ik vind een referendum waar je ook de voorstanders en de tegenstanders hun stem laat uitbrengen. Dat vind ik wel een beter beeld schetsen voor ons om die beslissing te nemen. Excuse. Ja,
misschien is het feit dat we van de voorstanders niks horen, is misschien wel gelegen in het feit dat er gewoon heel weinig voorstanders zijn van dit project. Ik denk, als er mensen echt zo'n warm pleitbezorger zijn van dit project, wij hebben al geruime tijd, vragen wij aandacht hiervoor. We hebben ook in de Hoek van Holland hebben wij acties gedaan, hebben wij bewoners benaderd om ook aan hun te vragen van, joh, mochten jullie hier een mening over hebben, laat ons dit weten. Ons heeft geen enkele voorstander, buiten een aantal organisaties, zoals natuurmonumenten enzovoorts, heeft ons geen enkele bewoner benaderd van, wij willen zo graag deze natuurbegraafplaats. Dus misschien moeten we dat ook wel zo lezen, dat we die niet horen, omdat ze er ook gewoon heel weinig zijn. Wethouder. Sis. Ja, voorzitter, ik zou toch twee dingen willen inbrengen. We hebben hier als gemeente nog niet over gesproken. We zouden nu bij per motie een zorgvuldig inspraakproces, wat er gedaan is door bewoners en organisaties in dat gebied, in één keer aan de kant schuiven. Dus ik zou hem eigenlijk willen voorstellen, zoals we ook bij andere onderwerpen die we vandaag op de agenda hebben staan, binnenkort bespreken we dit in de commissie. Laten we die motie aanhouden tot die bespreking en dan kunnen we een zorgvuldige afweging maken van alle belangen en alle input. Ik hoor de wethouder ook zeggen, ik wil een referendum. Ik weet niet, maar mijn idee en ervaring met een referendum is dat het, erg eenvoudig is en misschien wat versimpliceerd. Zou het niet beter een enquête zijn onder de bewoners of onder de direct belanghebbenden, waarin je hen vraagt wat zij vinden? Ik hoor mevrouw Eskes zeggen, er is veel sentiment. Nou, sentiment hoeft niet altijd op de juiste feiten gebaseerd te zijn. Waar komt dat sentiment vandaan? Is dat gefundeerd en op basis van die enquête, dus niet op basis van een referendum, uiteindelijk als input te gebruiken voor de besluitvorming hier in de gemeenteraad? Waarschijnlijk. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat natuurbegraven dat speelt. Hè. En we hebben natuurlijk de tegenstanders ook hier vele malen in het huis mogen ontvangen. Maar we hebben ook heel veel voorstanders. En op een gebied waar 9.083 inwoners wonen in Hoek van Holland, vind ik het op hetzelfde wat de wethouder voorstelt niet geheel verkeerd. Kijk, dit is gewoon het gebied. En het gebied Hoek van Holland kan dan zelf een beslissing nemen of dat ze dat willen. En als dat via een referendum gaat, dan is dat een hele mooie zaak. En we kunnen dat de gebiedscommissie daar mee aan de gang laten gaan. En buiten dat denk ik dat je dan een goed overzicht gaat krijgen dat de mensen weten wat ze dus gaan krijgen. Dus ik steun eigenlijk het verhaal van het referendum wel. Van Schaik. Dat was klaar. Ja, Lansink. Voorzitter, ik ben vorige week dinsdag volgens mij bij een inloopavond geweest. En ik moet je zeggen, ik vond het een prettige sfeer waar zowel ja als nee aan bod kwamen. Ik denk, en dat wil ik mevrouw Eskes adviseren, we hebben een gebiedscommissie. Ik denk dat dat de commissie is die het meest geëigend is om vast te stellen hoe de Hoekenezen in dit dossier zitten. Niet nu al besluiten, maar vooral het proces laten verlopen zoals we dat met elkaar hebben afgestemd. Dus de gebiedscommissie aan zet. En daarna komt dat hier integraal naar de raad toe om verder met u te bespreken. Dit was trouwens volgens mij de eerste bijdrage van de heer Lansink aan deze raad. Een korte interventie, maar het is wel. Mevrouw Zet. Gaan we extra even reageren, Dijkman. Ja, dan ben ik eigenlijk. Nee, ik vond het ook ijzersterk. Maar ik moet even naar. even naar meneer Sies, want die zegt. Enquête is een middel. Ja, de enquête is ook iets waar de gebiedsvoorzitter mee kwam. Ik denk zelfs dat een enquête weer wat magerder is dan een referendum. Daar hoor je natuurlijk ook van ja, het is maar net hoe je me invult, ik zie u fronsen. Maar een enquête, ik denk dat een referendum veel breder beeld kan schetsen van hoe de belangen liggen. Tenminste, de voorzitter kwam aan met het voorstel om dan inderdaad mensen te enquêteren, bij het winkelcentrum. Dat lijkt mij wat willekeurig. Dus ik ben benieuwd hoe u dat zou invullen. Maar ik denk dat een referendum veel beter is om te peilen hoe de bevolking erover denkt. Voorzitter? Antwoord afmaken. Nou, ik was klaar. Het nadeel van een referendum is dat het ja of nee is. Er zijn over het algemeen twee opties en misschien een derde optie, none of the above. Met een enquête kan je veel meer nuance aanbrengen. We doen als gemeente wel meer onderzoek, bijvoorbeeld het hele veiligheidsonderzoek is door middel van een enquête. Sturen we mensen, vragen we OBI om gericht mensen een enquête te sturen en die ook te vragen of ze die in willen vullen. Dus we kunnen veel gedetailleerde informatie met een enquête naar boven halen dan een ja of een nee.
Dus ik denk dat een enquête veel betrouwbaarder is dan een referendum. Nou, ja, daar denken wij iets anders over, dat kan. Dan gaan we nog eerst even naar het CDA. Ja, ik had een vraag nog van de heer Lansing, maar zou ik die even pakken? Ja, doe dat maar eens. Ja. Nou, dat ging om de gebiedscommissie, aan de gebiedscommissie laten. Het lijkt mij een goed idee om dat te doen. Ze zijn verdeeld nogal, begrijp ik hierover, maar ze vergaderen hier eind van de maand over. Dan kunnen we dat ook aanhoren. Wat is hun idee, ook over het referendum en over het voorstel aan zich. Dus dat laten wij, dat bedoel ik de collega en ik, eerst eens op ons afkomen. Mevrouw Eskes. Ja, ik vind het toch echt wel bezwaarlijk de richting waarop dit dossier gaat. En de reden daarvoor is dat er nu alleen ingestoken is op deze optie met natuurbegraven. Dus we gaan straks aan bewoners voorleggen van wilt u een ontwikkeling in het gebied met natuurbegraven, terwijl nog heel weinig gekeken is naar mogelijke alternatieven voor ontwikkeling van het gebied. En dat maakt het echt wel bezwaarlijk. Dan gaan we straks een referendum houden van er gaat wel iets gebeuren. En uit angst voor dat er misschien anders helemaal niets gebeurt, zal dat een bepaalde invloed hebben. En dat vind ik wel echt wel zorgelijk, dat we niet gewoon kijken van wat zijn andere mogelijkheden. Zijn er mogelijke andere investeerders die op een andere manier dit gebied zouden willen inrichten. Waarbij bijvoorbeeld ook die agrarische functie, daar is ook al wel meer over gesproken. Op dit moment het erop uit lijkt te komen dat we afkoersen op alleen maar natuurbegraven of anders niks. Terwijl ik denk dat er echt nog wel alternatieven zijn. En die zijn eigenlijk in het hele proces helemaal ondergesneeuwd doordat we maar op één spoor ons ingezet hebben. En wat ons betreft is dat genoeg reden om nu te zeggen van dit spoor zou hier moeten eindigen. En laten we dan eens verder gaan kijken van wat voor mogelijkheden voor dit gebied zijn er. Kroon. Ja, voorzitter. Vorige week hadden we hier een afscheid van collega Laan. En die complimenteerde het CDA dat ze zo wel overwogen en bestuurlijk was. En dat het eigenlijk voor haar geen compliment zou zijn. Maar voor het CDA heel. En nu doet ze eigenlijk, waarschijnlijk vond het CDA het ook geen compliment. Want nu gaat ze radicaal wat andere doen. Namelijk een zorgvuldig proces. Dat vorig jaar is gestart met de ontwikkelvisie voorgelegd door het college. Besproken door de commissie. Daar is mee aan de slag gegaan. En voordat het eindpunt is bereikt, zegt het CDA nu, laat maar zitten, we willen het gewoon zo niet. En volgens mij ook moet het CDA zich iets beter informeren. Want ze pleiten hier zo, ik was ook op die avond, net als meneer Lansing vorige week. Ze pleiten voor agrarische invulling, dat zit in die plannen. Op een hele mooie manier. Het gedeelte van natuurbegraven is maar een beperkt gedeelte van het hele plan. Ik stel voor, net als meneer Lansing, om gewoon even het advies van de gebiedscommissie af te wachten. Gewoon alles netjes naast elkaar te leggen. En dan rustig te overwegen met een goede bespreking in commissie BWB wat we hiermee gaan doen. En deze motie vind ik echt een onbehoorlijke streep gewoon door iets wat een zorgvuldig proces is geweest. Lansing. Voorzitter, wat me nog meer steekt is dat het CDA ook niet in staat is geweest in deze discussie om met een alternatief te komen. En daarmee maakt ze deze discussie natuurlijk ook wel ernstig moeilijk, ook voor de Hoekenezen. Want die zitten al jaren tegen een gebied aan te kijken waar niemand wat mee doet, waar niemand verantwoordelijkheid voor neemt. Maar ze zegt wel, dit in ieder geval niet. En dat vind ik te kort door de bocht. En ik vind ook niet dat we dat de Hoekenezen aan kunnen doen. Dus nogmaals het pleidooi, trek de motie terug. Zorg dat er een goed proces op gang komt met de gebiedscommissie. En daarna oordelen we hier of we met dit plan wel of niet kunnen instemmen. Eskes. Ik vind het echt wel bijzonder dat ons onzorgvuldig proces wordt verweten. Er ligt een gebiedsvisie voor dit gebied, waarin nadrukkelijk staat opgenomen dat een ongewenste ontwikkeling voor dit gebied natuurbegraven is. Dus als iedereen zelf zijn stukken nog eens even goed gaat doornemen, dan weten we dat deze hele ontwikkeling eigenlijk helemaal niet past in datgene wat we allang hebben vastgesteld als raad. Dus wat mij betreft is er gewoon een hele hoop energie en tijd en geld weggelekt met het onderzoeken van iets waarvan we al lang vast hebben gelegd dat een onwenselijke ontwikkeling is. Zo staat het er daadwerkelijk. Dus wat mij betreft zitten er veel mensen hier te slapen. En moeten we vooral, wij hebben al eerder vragen hierover gesteld. Wij zijn continu, hebben bovenop het dossier gezeten om dit plan van tafel te krijgen. En om terug te gaan naar de oorspronkelijke gebiedsvisie die voor dit plan, voor dit gebied lag. Dus wat ons betreft is dat heel solide, heel degelijk. En wat mij betreft is degelijk. Absoluut een compliment. Zeker uit de mond van mevrouw Laan. De Van der Lee. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil van de heer Kroon dan natuurlijk wel horen waar hij vandaan heeft dat natuurbegraven wel in de gebiedsvisie past. Want uw betoog net luisterend zou u eigenlijk moeten zeggen, hier ben ik tegen. Nee, volgens mij staat het in de ontwikkelvisie heel specifiek dat een afgeschermd gebied
voor natuurbegraven onwenselijk is. Maar voor de rest wordt dat opengelaten. En past de rest van het plan, want dit is een klein deel van het plan, dat natuurbegraven. Er zit heel veel mooie combinatie in van natuur, gecombineerd met landbouw. Op een hele mooie manier. Maar goed, dat gaan we allemaal bespreken als we het volgens mij in de commissie doen. Laten we dat nou vooral daar in de commissie doen. Als het definitieve plan voor ligt met het advies van de gebiedscommissie. Sis. Voorzitter, eerder deze vergadering heeft de heer Visser gezegd dat met de nieuwe ontwikkelmogelijkheden van een stad je niet altijd meer zelf aan het roer zit en je af en toe ook de zeggenschap bij anderen moet leggen. En dat maakt de ontwikkeling van dit gebied ook wat ingewikkeld, want het is namelijk niet van ons. Het is niet het eigendom van de gemeente Rotterdam, het is eigendom van een familie, van de erven van. En het is ook niet zo dat er vorige week een plan is bedacht en nu het eerste concept voor ligt. Er is al jaren worden gekeken naar de ontwikkeling van dit gebied. Het is ook maar onzeker wat er gaat gebeuren op het moment dat dit plan afgeschoten wordt. Omdat namelijk de eigenaars meegenomen zijn in de ontwikkeling van dit proces. En de vraag is of zij net zo constructief de toekomst in zullen gaan op het moment dat het proces niet eens afgemaakt wordt. Dat zou ik als bewoner onze ongeloofwaardige overheid vinden. Dus ik zou eigenlijk mevrouw Eskers willen vragen, loop nou het proces af. Wacht een x-aantal weken, dan hebben we de bespreking in de commissie. En dan kunnen we een ordentelijk proces lopen. Eskers. Ja, waar ik echt verbaasd over ben, is dat ons nu verweten wordt onzorgvuldig richting bewoners te zijn. Terwijl bewoners zich bewust zijn van een gebiedsvisie die er ligt, waarin expliciet staat opgenomen dat natuurbegraven een onwenselijke ontwikkeling is. Een onwenselijke ontwikkeling. En nu is er een heel proces op gang gekomen, zijn we allerlei gesprekken gaan voeren. We hebben keer op keer gevraagd van waarom doen we dit nu eigenlijk? Bewoners rekenen erop dat er op een andere manier dit gebied ingevuld gaat worden. Op een recreatieve functie, op een andere wijze en dat zij daarin ook meegenomen worden. Tot op heden zijn er heel veel gesprekken geweest. Natuurbegraven heeft daar van alles over gezegd, bijeenkomsten georganiseerd. En zijn we zover al in het proces gevorderd. Terwijl bewoners nog om helemaal niets is gevraagd vindt u het eigenlijk wel terecht dat we nu gaan afwijken van een visie die we eerder met elkaar hebben vastgesteld. Dus wat ons betreft is de onzorgvuldigheid al een jaar aan de gang. Namelijk de hele traject gedurende die gesprekken waarin dat natuurbegraven als optie wordt onderzocht. Terwijl we met elkaar vastgesteld hebben van dat dit een onwenselijke ontwikkeling is. Wethouder, even de Lee. Ja, en als aanvulling erop, het lijkt me ook logisch dat het een onwenselijke ontwikkeling is. Want ten eerste ligt het natuurbegraven echt tegen het dorp aan. Nou, als je het dan zo graag zou willen, dat natuurbegraven, dan zou je denken, gooi het naar de andere kant van de Bonnenpolder. Dan hebben er heel weinig mensen last van. En een tweede punt is, er zijn heel veel mensen in Hoeve-Holland die een hond uitlaten. Honden houden van botten. Je moet toch niet willen dat opeens een hond gaat graven en een menselijk bot pakt. Dat is toch raar? Kroon. Ja, voorzitter, ik denk dat de heer Van der Lee niet goed is geïnformeerd. Want de voorkeursvariant ligt niet meer tegen het dorp aan. Die ligt juist tegen het bosgedeelte aan. Die is verplaatst, dus volgens mij klopt dat niet. Allee. Het bosgedeelte is nog steeds ontiegelijk dicht bij de kern van Hoek van Holland. Die Bonnenpolder, die Oranje Buitenpolder, zoals ze dat nu noemen. Daar kan je, als je daar in het midden gaat zitten, dan zit je 3-4 kilometer van het dorp vandaan. Nu zit je inderdaad in plaats van eerst 50 meter, zit je nu op 400 meter. Vind ik nog steeds erg dichtbij, meneer Kroon. Laat ze komen. Ja, even een punt van orde, voorzitter. We hebben hier helemaal geen stukken. Ook de gebiedscommissie heeft nog helemaal geen stukken. En we zitten hier wel over de inhoud te praten. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat we de gebiedscommissie hun werk laten doen. En dat we hier niet over de inhoud zitten gaan praten. Over plannen die we alle met z'n allen gewoon niet voor hebben liggen. Verheij. Ja, voorzitter, ik ben het daarmee eens. En als we daar dan ook een kaartje met de inrichting van dat hele gebied bij kunnen voegen. Ik ben opgegroeid in de buurt van het Staldaanse Bos. Dat ligt echt niet in de dorpskern van de Hoek van Holland. Het moet echt even een lesje topografie bij. Van der Lee. En de heer Verheij heeft een lesje luisteren nodig, want ik heb niet gezegd dat het in de dorpskern ligt. Afrondend. Nou, afrondend, het lijkt mij heel goed dit debat voor te zetten in de commissie. Dat is denk ik wat we moeten doen. En daarmee handhaaf ik op dit punt nu het voorstel om deze motie te ontraden op 95.